En dan gaan we een drietal van de bunkers doorlopen die we daadwerkelijk echt weer het meest gerestaureerd hebben van de bunkers. Zoals we diep gaan, dat heeft niks met deze stelling te maken. Het enige wat voor deze stelling eigenlijk van belang is, de Duitse stelling waar wij het bestaan van afweten, dat ze hier gezeten hebben. Allerlei verschillende divisies van het Duitse leger, dus de cirkels van die bereiken van één stelling, laat ik het zo maar zeggen. Een stuk sneller bouwen, te bouwen was en een stuk minder was. Ik heb er Duitse groenlijkheid aan eigenlijk, met het materiaal gebruikt. Die dingen staan bij de stukken naar buiten en die zitten niet zo goed als op dan wat er moest. Het is een hele goede Ja, alleen schouderverweging breken. Ik zal even gewoon handvallen breken. Dat is allemaal fijn. Ja, dat hoor ik heel vaak mensen zeggen. Ik moet je al voorstellen dat je een destijds. En je kunt hier alleen naar voren. En dan dienst sturen. En daarna ben je vrij. Je kunt doen wat je wilt. Ja, het was een contact, zeg maar. Ze waren niet blij met elkaar. Maar het was ook geen vijandelijke sfeer ertussen. Ze zaten met elkaar opgeschreven. Nou, een plaatje net overheen gehangen. Het stuk wat erachter zit, waar die eigenlijk schuin naar beneden loopt, dat is echt ondergronds, door middel van een betonnen plaat. En dan komt hier niet naar binnen gerollen. De radar. Als eerste in de volgende gaat lopen, nou, zo lezen ze dat. Nou, wat je dan bijvoorbeeld krijgt, is dat niet de batterijen die hier staan.
komt er dat soort punten tevoorschijn die bij de wedstrijd gewoon leeg. Dus ook geen elektriciteit erin, dus je hebt ze weggegooid. Nou, en nu zitten de Duitse etiketten erop en adelaar. Dus nou vinden we het prachtig om het weer uit te trekken. Hier net op twee manieren oplossen. Dit is een manier. Is die kat die wij hebben staan? En volgens mij zo de euro gaan. Ik weet niet of. Precies hetzelfde, maar wat hier het verschil is, is dat deze niet inderdaad. Deze die hebben we in Hoek van Holland van het museum kunnen bemachtigen. Deze is de positie van de kolen, al die hebben we dat ingaan van de kolen. Dit is een zwart onderdeel van de kolen. Kijk, dit blauwe oog kun je al printen hier als gek naar binnen trekken. Komt die schaaf leeg, dan kun je hem hier naar boven. Boven verder niks meer, hè? We komen straks achterop. Oké. Okay. En hierachter zit de werkplaats. Dat was hier op een hoofd. Ja. En hier nog een keer. We gaan hier een beetje in het slaap. Deze burger was binnen de stelling ook nog volledig op zichzelf operationeel. Die was volledig onafhankelijk van de rest, om niet per se te verlaten. Nou, deze ruimte is dan een slaapvertrek. Kun je ook weer. Pas op voor de deurposten. Ja. Deze is van hout, maar de rest is van de onderstaan. Ja, zie je. Dit is een ontzettend gigantisch vervoer geweest van bouwmateriaal. Het is gigantisch, alleen de druk waar we nu in staan is op 3000 kubieke ton. En we hebben het nog niet over staal en bouwwerk wat er allemaal in moest. En dan heb je allemaal andere bunkers, maar zo gigantisch veel. Een heleboel van het metselwerk, daar hebben ze zelfs een bepaalde die hier staan. Wat er heel raar metsel is. Het is gigantisch. Er staat daar verderop ook nog zo'n wachthuis. Een uitkijktoren is dat geweest. Oké, maar daar staat ook net. Ik zou het van verre aan te zien komen, maar daarnaast moet ik kijken wat er bij die andere stelling gebeurt. Als we bij die andere stelling vuurgevechten zien, dan kunnen ze ook een beetje afleiden waar, ja, waar het gevaar zich zo ongeveer doet. Okay. Maar die heeft het ook gesteld. Maar die is ook weg. Die is weg. De verhouding past in de kast gesloten. Ja. Dat heeft het ook nog een waardering. Ja. En je kunt je voorstellen dat het vliegtuig wat geraakt is, zich meer laat storten hier bijvoorbeeld. Ze hebben wel een paar jongen op het strand gemaakt. Er is een hele eilandse pool waar de lucht weer geschud. Dus we alleen maar op deze stelling kijken, die stond er al tussen de 8 en 15 stukken lucht wat weer geschud. Stonden hier alleen nog maar op deze stelling geplaatst. Maar het hele eiland stond er die twee grote batterijen onder, aan de woorden ga je. Het regent nog steeds, joh. Ja.